veel aan wordt. Krakau is de meest bezochte toeristische attractie van Polen. Het is een schatkamer van kunstwerken, monumenten. Goedemorgen, dag 3 van Krakau. De eerste dag zijn we voornamelijk hier geweest in Old Town. Hebben we eigenlijk het oude stadsgedeelte verkend met de voet op. En nu willen we heel graag naar dit gedeelte van de stad, Kazimir. Kazimir is de oude Jodenwijk. In ieder geval daar woonden de Joden voor de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Tweede Wereldoorlog voor de deportatie. In Kazimir zijn verschillende synagoges te vinden, tempelsynagoges, en ik geloof een stuk of 5, 6. Dus we zullen eens kijken of we daarvan iets kunnen meepikken. En vervolgens willen wij van Kazimir de Wisla over naar dit puntje hier. Oskar Schindler's Factory. Lekker steenkolen Engels. Maar in ieder geval de fabriek van Oskar Schindler in de Tweede Wereldoorlog. Waar emaille werd gemaakt en later in de Tweede Wereldoorlog werden daar wapens gemaakt voor de Duitsers. Het is nu een museum en het is ook wel bekend van de film Oskar Schindler's List. De eerste schriftelijke vermeldingen van Krakau gaan terug naar de 10e eeuw, wanneer een Joodse koopman uit Spanje het heeft vermeld. Een katholieke kerk in het Joodse gedeelte. Voor de Tweede Wereldoorlog konden de Joden en de katholieken goed samenwonen, naast elkaar wonen zelfs. Daar heeft de Tweede Wereldoorlog einde aan gemaakt. Oké, we gaan nu weer terug naar onze citybus. En dan gaan we nog synagoges bekijken en het ghetto. Zeg je nou bus? Je bedoelt city, onze city, ons citybusje. Golfcar bedoel je? God. En 15.000 Joden plaats hadden hier gekocht op een oppervlak van 20 hectare. 320 gebouwen stonden. Tijdens het bestaan van het ghetto was het aantal wisselend met periodes waarin het aantal tot 18.000 reikte. In het ghetto werden de volgende van Polen en in 1320. Now we're going to Jewish part of Jewish city to see first Jewish church, synagogue. 20 zloty zitten in een synagoge in de Kazimierwijk. Ja. 20 zloty. We zijn nu in Kazimir, hè? Ja. Dus het Joodse gedeelte. Waar... Joodse winkeltjes en Joodse restaurantjes. Dat ja. Wie hebben we daar? Anne Frank. We zijn in een Joodse boekenwinkel. Rudolf Hoos, dat was de commandant van Auschwitz.
Heus. Ja, dat klopt. Boven de hoofdingang zijn de tabletten van Mozes in Genesset, gemaakt van zwart marmer en op de gevel staan citaten uit de Tora in de Hebreeuwse taal. We zijn nu bij Oskar Schindlers fabriek en het is de poort, maar het is erg druk. Het zijn als werknemers denk ik niet allemaal, maar een paar. We herkennen er een paar uit Schindlers List. Mm-hmm. Hier is ook de film opgenomen. Ja. Er staat een enorme rij, hè? En we hebben geen kaartjes in Nederland gekocht, dus ik denk dat we niet naar binnen kunnen. Nee, helaas. Schindlers Factory gezien, de ghetto gezien, Kasimir gezien en het is nu tijd om wat te gaan eten en de jaarwisseling te vieren in Krakau. Ben je klaar voor? Inpakken. Het zit erop. 12 uur uitchecken, 3 uur vliegen. Tayo? Ja, we hebben even je vingers op ontwarmen, toch? Ja. Het is echt koud. Het is min 14.